Ik, zei de merel, ik inspireer. Ik, zei de mus, ik motiveer. Ik, zei de meeuw, ik fantaseer. Ik, zei de spreeuw, ik adviseer. Ik, zei de duif, ik evalueer. En ik, zei de kraai, ik regisseer. En het roodborstje piepte zachtjes, ik ben nog aan het leren. Maar waar vliegen we eigenlijk heen? Leren in verbinding, dat doe je niet alleen. Ik wil graag van harte aankondigen... Het willen zijn van onderwijspartij. Dat is makkelijk gezegd, maar velen in deze zaal weten dat dat helemaal niet zo eenvoudig is om echt iets zinnigs in de politiek te zeggen over onderwijs. En heel veel mensen hebben er wel een opvatting over, maar weten te weinig wat het is om echt in die klas te staan. Nou, daarom ben ik heel blij dat ik hier vandaag mag staan als vervanger van Alexander. Dat doe ik op dit vlak. Ik heb het over onderwijs in de Kamer. En dat doe ik nadat ik er zelf 33 jaar gewerkt heb. Dat zeg ik in de Kamer vol trots natuurlijk. Van, nou, dan ben ik echt een van degenen. Tjoe, jongen, 33 jaar onderwijs. Hier onder de ogen van Erik voel ik me eigenlijk nog maar een beginner. Maar de kwaliteit vast. Is dat die gemiddelde CITO-score van die school? Nou, wij in het onderwijs weten wel dat het dat niet is. Maar dat is wel een element wat zo makkelijk meetbaar is dat heel veel in het onderwijs op die manier meetbaar gemaakt wordt. En het gaat volstrekt voorbij, in mijn ogen, ik denk ook in de jouwe, weet ik wel zeker, aan wat werkelijk de kern van het onderwijs is. Wat is de rol van die leraar? Nu, maar ook in de toekomst. Dat gaat veranderen, dat is een spannende vraag. Maar wat is ook de rol van de schoolleider? En van de overheid. Een van de belangrijkste drijfveren voor mij om naar de politiek te gaan was... Je hebt een mooi boek van Bob den Uyl, dat heet De ontwikkeling van een woede. Nou, dat is een mooi boek, daar gaat het niet om. Maar de titel is wat ik eigenlijk in mij voelde in toenemende mate, laten we zeggen, vanaf halverwege de jaren 90 tot en met het kabinet Rutte 1. De ontwikkeling van een woede over hoe de overheid eigenlijk naar het onderwijs wilde kijken. Ik kom nog ontzettend veel in het onderwijs. Ik heb de Haanstra Kweekschool gedaan in Leiden. Ben dus eigenlijk kleuterleidster van beroep. En al die dingen die meneer Paul net heeft gezegd. Ik herken het allemaal hoe moeilijk het nu is in het onderwijs. Terwijl je toch niet heel veel meer nodig hebt dan een ongelooflijk bezielde leerkracht. Een stokje en zand om in te schrijven. En kinderen die naar je luisteren. Kinderen die je kunt magnetiseren met wat jij te brengen hebt. Ik ben een juf in hart en nieren, misschien nog wel meer dan dat ik schrijfster ben. Om alle onderwijsrompslomp te ontlopen is het mij gelukt om via sluipwegen het onderwijs binnen te komen. Ik ben schrijfster geworden en via Stichting Schrijverschool Samenleving kom ik de school binnen. Ik hoef nooit rapportjes en verslagen te schrijven. Ik hoef amper te weten hoe het digibord werkt. Als ik mijn PowerPoint en het USB-stickje maar werken en dan kan ik met de kinderen aan de slag. Lezen moet je omdat je mensen die anders zijn dan jij leert begrijpen. En zeg ik, en als wij dat allemaal kunnen, maken we dan nog ruzie? Nee. Je ziet ze nog twijfelen. Zeg ik, nee. Oh, ja, sorry, nee. Zeg ik, dan zijn wij allemaal vrienden. Volgens mij is mijn tijd voorbij, hè? Ik had nog een heel klein stukje voorlezen. Mag dat? Ja. Heel klein stukje. Ik heb een naar aanleiding... Naar mij. Mama lacht hard als we weer buiten zijn en ik huppel en ik spring en ik dans. We rennen met de wind mee terug naar huis, heel snel en heel blij. Thuis smeren we zalf op Khadija's billen en we geven haar overal vlinderkusjes. En dan houdt ze op met huilen. Het is nog veel spannender en het gaat nog verder, maar mijn tijd is om. Het is natuurlijk een eer en genoeg om hier te... praten, schoon ik eerlijk gezegd mij ook dreig wat ongemakkelijk te voelen als doortrapte Leidenaar in het gemeentehuis van Leidendorp. Je weet maar nooit of je er nog uitkomt. Langzaam maar zeker zijn er nu zoveel dingen dat het nog maar echt niks meer hoeft te kosten of te duren of Leidendorp en Leiden zijn verenigd. En hoe mooi zou dat eigenlijk zijn, zou ik maar willen zeggen. Met woorden en noten in de weer, dat was de vraag. Het is een mooi thema, maar voor mij is het toch eerlijk gezegd maar beperkt geschikt. Ik ben helemaal niet van de noten.
De laatste keer dat ik met noten bezig was, was toen ik Zwarte Piet was. En dat mag ook al niet meer. Dus dat is niet echt iets voor mij. Al die mensen die hier zitten en die alles weten van het onderwijs. Het gaat ook over spelen met woorden. Met woorden in de weer. Een van de mensen in het Nederlands taalgebied die geweldig mooi schreef. En leuk schreef. Was Kees Budding. Kees Budding was een geweldige dichter. En die schreef het volgende gedicht speciaal voor leidinggevenden in het onderwijs. Leest u het woord rector maar als directeur of baas of teamleider. Kloppen heet het. Van september 35 tot juni 38 studeerde ik middelbaar Engels A. De lessen werden gegeven in het gymnasium aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag. Het was een zich deftig voordoend gebouw. De stortbak van de wc had dan ook twee trekkers. Er hing een stukje ivoor wit karton naast, waarop in deftige drukletters stond: voor grote spoeling gebruiken men de lange trekker, voor kleine spoeling gebruiken men de korte trekker. Fantastisch. E is van Erik. We gaan het nu niet over, we gaan nou niet over jou hebben. Ik wil het even nog hebben over deze Erik. Kent u die nog? Mooi hè, dat ze die weer terug hebben gehaald bij die grote actie. Die kon u allemaal gratis krijgen bij de bibliotheken in Nederland een paar jaar geleden. Erik of het kleine insectenboek, geschreven door een van de mooiste, belangrijkste taalkunstenaars die we gehad hebben. Godfried Bomans. En de zet is ook van... Zwaaien. Oh. Het gaat je goed. Want, dames en heren, en Erik en Annelien, ik heb vandaag de eer om namens het gemeentebestuur de heer Erik Filemon te onderscheiden met de decoratie van de gemeenteleider. De heer Filemon maakte zich al een reeks van jaren met hart en ziel bijzonder verdienstelijk op allerlei maatschappelijke terreinen in de Leiderdorpse samenleving. Beste meneer Filemon, u hebt uw sporen verdiend binnen het openbaar onderwijs in Leiden en Leiderdorp. Ik zal me niet verspreken. U bent begonnen als leerkracht op uw eigen lagere school, de Pestalozzi School in Leiden. 4 jaar later, op 26-jarige leeftijd, werd u schoolhoofd op de Lorentzschool in Leiden en in 2002 werd u locatieleider van de Hobbit in Leiden-Dorp. 7 jaar later begon u als waarnemend locatieleider van de Prins Willem-Alexanderschool. En in 2013 werd u op deze school volledig locatieleider. Tijdens uw loopbaan kreeg u meermaals te maken met uitbreidingen en helaas met branden. In 2005 in de Prins Willem-Alexanderschool en in 2006 de Hasselbaan. U bent een verbinder, u bent vrolijk, u bent aardig, u bent muzikaal, u bent creatief en u bent ook nog sociaal. Niets is u te geven. En als waardering voor al uw verdiensten die u voor de Leidse Leiderdorpse gemeenschap heeft opgebracht, wordt de zilveren speld van de gemeente Leiderdorp aan u toegekend. Mag ik u verzoeken?